Allemaal heel hartelijk welkom hier vanavond in de Nice Tour, zo noemen we deze gelegenheid hier ter opening van de ijsbaan 2012-2013. Veel sponsoren waren er vorig jaar en dat verheugt mij dan ook dat dit jaar er nog meer sponsoren zijn en de gemeente eigenlijk geen geld hoeft te geven, omdat ze het eigenlijk zelf kunnen doen. Toen ik dat een paar dagen geleden, althans een paar weken geleden moet ik eerlijk zeggen, tegen Alex en Jaap zei, toen waren zij minder enthousiast. U zegt een beetje boe, zij waren gewoon nou, net niet boos. Ze konden zich bedwingen, maar ze zeiden van ja, wij doen het niet voor onszelf, wij doen het voor de gemeenschap. Wij doen het voor Nijkerk, we doen het voor de ondernemers. Met andere woorden, de gemeente stopt daar ook 10.000 euro in. 5.000 euro die we meteen betalen. En als er straks een tekort op de rekening is, zijn we bereid nog een keer 5.000 bij te betalen. Dan worden de gemeente stopt er 10.000 euro in. En ik zie ook van hieruit de jaloerse blikken van de omliggende plaatsen. Wethouder, u heeft het ook gememoreerd. En dat is ook zo. Met deze ijsbaan, dames en heren, heeft de Nijkerkse binnenstad een prachtige en een unieke trekpleister. Waar wij als ondernemers in de binnenstad dan ook bijzonder gelukkig mee zijn. De manier waarop dit met medewerking van de gemeente Nijkerk tot stand is gekomen, dames en heren, is een heel mooi voorproefje van de innige samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers in de binnenstad. Die in 2013... met het convenant, waar we direct over gaan praten, voor het binnenstadsmanagement verdere vorm gaan krijgen. Ja, ook in Nijkerk trekt de recessie voorbij en heeft de binnenstad het best moeilijk. En dan kun je twee dingen doen. Of je gaat bij de pakken neerzetten of je gaat aan het werk. Nou, ik denk als je achterom kijkt naar de ijsbaan, dan is de manier waarop de Nijkerkse ondernemers zich opstellen, dat is tegen de wind in ondernemen. En de hoop en in de overtuiging dat het dan goed komt. En het convenant wat we zometeen met elkaar gaan ondertekenen is daar ook weer een bewijs van. We hebben vorig jaar met elkaar een visie gemaakt op de binnenstad. Met ondernemers, bewoners en anderen. En nu zetten we een belangrijke stap voorwaarts dat we zeggen, die manier waarop we met elkaar hebben samengewerkt, dat gaan we doorzetten. En we gaan dan ook zometeen een convenant ondertekenen. Een plan van aanpak een overeenkomst om te komen tot de binnenstadsmanager. Want je hebt toch iemand nodig die de hele dag dat vuurtje aan de gang houdt. En die met ondernemers samen, met alle anderen, dat voor elkaar krijgt. En het goede nieuws, als boter bij de vis, is dat wij volgend jaar 25.000 euro vrijgemaakt in de begroting. Om te gaan investeren in de binnenstad. Om alvast een eerste slag te zetten op weg naar, ja, helaas is de prijsvraag afgeschaft. Maar toch de mooiste binnenstad van Nijkerk, nadat we dit jaar die prachtige prijs hebben gewonnen met de mooiste toren van Nederland. Die hebben we toch maar mooi binnen en mogen heel trots zijn met elkaar. En dat laat ook iets zien over de ondernemingsgeest en de pracht van deze binnenstad. We ondernemen samen, we doen het met z'n allen en samen kunnen we dit ook realiseren. Dus wat ons betreft een applausje voor jullie en een enorm bedankt dat jullie dit mede hebben mogelijk gemaakt. Nou, dan gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1... Kan uw aanbieding, u mag ook schaatsen als u dat wil. Dan gaat u naar het schaatshok toe, dan haalt u uw maat schaatsen op en dan mag u zelf even proberen hoe het voelt om als eerste even te schaatsen op de ijsbaan. En verder worden we vanavond geëntertained door de mensen van LNG Support met wat live optredens. En ik zou zeggen, neem een hapje, neem een drankje en geniet ervan met elkaar.